Naar die wijk achter de Betteker, Ambacht. Niet zo lang gaan. Kijk, 17 graden. Voor ruiken was het 30. Mooie donkere lucht, jongens. Rijden. Jij rijdt te hard. Veel te hard. Werkelijk. Niet normaal. Oeps. Ja, kinderboerderij rechts. Ja, als die eet dan bezorgd is, dan is het koud voor dat bij jou is. De map niet meer. Kijk, maar ja, maakt niet uit. Yo, voor je kijken. Dit is zo nog. Dan kijken ze nergens weer, hè? Alleen de chiptelen om te kijken.
bejaardenhuis noemen ze het uitzicht. Dat is toch een uitzicht, nee? In het bejaardenhuis zit. Dan zit je op een dood pad, hoor. Sorry mensen, blijven snuiten. Ja, wat heb ik gedaan vandaag? Ik ben hier boodschappen geweest doen. Schaam ik mij er niet voor. Ik heb brood van gisteren gehaald bij Appie Heijn. Toen heb ik 5 kilo uien gesneden. En in de vriezer gegooid. Toen heb ik zeep gemaakt. Vloeibare zeep. Kijk, een tukje gedaan. Kijk, een broodje tonijn gemaakt. Dus ik ben lekker bezig geweest. Ja, ik op de fiets. In het donker. Het begint te regenen ook. Lijkt wel gek. Sorry, ik ben geen goed voorbeeld voor je kinderen. Ik hou niet van rood licht. Heb je het niet koud, maat? Nee? Nou, we beginnen met straatje 1. Ik zei straatje 1, dus ik ga hier rechts. Dit is de, ik weet niet wat de straat dit is, maar... Die dwarsstraat is in ieder geval oranje lamp. Dan pakken we de laatste straat even. Deze huizen zijn allemaal rond 1935 of zo. En dan willen we minder zien.
Maar dit zou wel mooi uit, dat is groot. Tussen de emmerkade hier achter rechts ligt de vaart. Okay, dit is de Nassauland. Prins Hendrikland. Ik dacht eigenlijk dat je hier tussendoor kon, maar dat kan niet. Dan gaan we weer rechts. Kijk, hier dus rechts. Wat dan? Vlammen. Kom goed. Gaan we hier links. Gaan we hier links. Dat is de begraafplaats.
vind ik niet. Dan ken ik hierheen. Nee. Oké, ga ik hier recht. Moet ik omhoog richtingen. Trouwens, we hebben wel een mooie huis. Ik ga er nog eentje op. De Bethelkerk. Nog een stukje door. Dan pakken we daar de andere kant rechts. Springhendrik langs. Nou, daar was ik dus op. Hier kan ik niet door. Dat gaat erop. Nou, dit is de oudste boom van Vlaardingen. De oude linde. Pak er bij een paar honderd jaar uit. Ouder dan ik. Oké. En nou we gaan doen. Fiets aan het stelen. Kies niet lang. Goed, we gaan even kijken. Nou, we hebben wel twee in deze straat. En alles op houten vloer, joh. Daar ben je niet blij mee. Geen rechts. Weer rechts. Ik weet niet welke straat dit is, maar het is niet zo bekend.
Kijk, een mooi bettenperk. Ja, even stoepje. Kijk, gaan we de volgende links. De luisterlijn. De Merelland. Oké, dan komen we dus uit de ketel weg. Dan kunnen we de ketel weer aanpakken. Nog een mooi oude huisjes. Ja, dat is hier links. En dit is de Geraniumstraat. Hier weer rechts. Daar kan ik niet door. Dus het gaat zinken. Mooi geworden hier. Hebben ze mooi gedaan. Straatje. Tot de molen rijden, kriskros. Oké. De Baroniastraat. Hier is de snackbar. Die zit er ook al sinds hoe lang. Heel lang. Oké. Ja, het knapt wel op hier. Ja.
welke straat het is, roept u maar. Hier links. Hier over staat daar. Ik heb er recht door. Dit is de Narcisplein. Oude school. Een oude school. Oude Volvo, 42. Van hier links. Denk ik. Daar komt de koop. Hier. Dijkzicht. Achterstraat. Yep. There we go. Nu dus. Nou, een mooie molen. Voor mij zit de Voorstraat. Ja, ik heb hier mijn pa geboren ergens. Ik weet alleen niet wat ik noem. Even kijken, wat gaan we doen? Kijk daarin, daarin.
kap allemaal opnieuw gedaan. Dat is altijd bumpie bumpie. Mooi wit huis. Dakkapelvereniging. Ja, we zitten op de Hoogendorpplein. Surinaams, Chinees, Bob. Mooie kleders. Kan wel weer. Ik ben klaar om uit te steken. Ja, het is lekker druk natuurlijk, het is 10:06.
Okay, ga hier rechts. Nou, door fietsen van mij. Ja, het zwaantje is ook open. Zoals je de wielen allemaal weer. Oké. Nou, ik even kijken. Oude straatje. Ver lang. Het is dus allemaal nu opgebouwd. En hier rechts. Allemaal nieuwe huizen. Wielerwalstraat. Hier was vroeger allemaal flats hier. Zo. Nou, de kans is natuurlijk groot. Want die huizen hier. De Roedomstraat en de Spechtlaan. Al die kleine huisjes, dat die ook plat gaan. Dit is de Roedomstraat. Hier kan het dus niet meer door. Kan ik daar nog door? Nee. Kijk, ik heb hier vroeger nog wel een paar vriendinnetjes gehad. Lang time ago. Oké, gaat hier links. Dat is de Spechtlaan. Onder andere hier. T66. T67, linkerkant, heb ik gewoon. Ja, dit is allemaal nieuw. Hier stonden vroeger allemaal flats, vier hoogflats. Met trappen naar boven. Ja, en die olie roept direct veranderd. De Rietgangstraat. Ik zal er even overheen crossen. En vroeger zat hier een vlaggenruit toe. Vlaggenruit Kees. Kreeg het kind altijd een plekje worst. Dat is ook niet meer. Nou, kapster. Sigarenboer.
Die zat vroeger ook op Poku. Er zit nu een Chinese. Chinese patatbakker. Ook een tropical, mozaïek. Ja, D-Lek. Standaardpraktijk. Herenkapper. Trooien. Holy. Nooit gehoord. Ja, zat vroeger een fietsenzaak. Is de Koekoekstraat. Pas voor de kids. Ja, eigenlijk is het wel leuk wonen hier, dat waren vroeger huurwoningen, nog steeds denk ik. Die zijn gebouwd na het Vechtland. Ik rond de jaren 70. Goed. Nou, ik kreeg kinderkreeg. Nou, heb je er wat gehad vandaag? Ik heb nog 12 kilometer gereden. Dat is niet veel voor vandaag, maar ja. Zo mensen, dat is me zeer aangenaam. Ik hoop dat je het leuk vond, Vlaardingen Ambacht. We zeggen tot ziens, tot de volgende keer. Bye bye.